Hey kijkers van de Zaventkracht, welkom bij uh, mijn Maanbasis en natuurlijk bij EpicBot. We zitten hier op de Maan samen met Abel en Chelro. Ik had geen batterij meer, althans, ik heb een halve batterij. Ik zei: Abel, kom even helpen. En deze stomme dingen die je gegeven hebt, die werken ook niet. Nou, je keek net al, en je zei: Ach, die staan ook helemaal op de verkeerde plek. Sukkel. Nou, helemaal niet leuk. Uh, ik ben hier, dit, dit moet zeg maar de welkomsthal zijn, Abel. Ja. En, en, en hierachter. Ik weet niet of jullie. Ik hoop dat jullie die Oxygen Mask op hebben zelf. Ja. Uh, hier komt dan zeg maar nog iets groots. Maar ja, ja een klein dat... tuintje in zitten. Nou, bijvoorbeeld, ik wil eigenlijk bomen doen. Ik heb ze expres meegenomen. Dus uh, kom maar, dan gaan we het gaan we dan wel even fixen. Oké, okay, goed. Ik kom, zal eerst deze eens even aanpakken. Op de maan. W wacht even, aanpakken. Ho ja, op de maan. Waarom niet? Ja, precies. Ja, Waarom niet? Dat is anatomisch onmogelijk volgens mij. Nee, dat wil wel. Als, nee, als, het, als het airtight is. Oké, okay, Abel, je, je had het over. Het stond, het stond verkeerd. Wat bedoel okay, je precies? Goed, um, als eerste moet ik eventjes. Uh, kijk, deze stond op zich prima. Dit is helemaal niet erg. Ja, die staat er um. wel heel lelijk. Kun je het niet op een mooiere plek neerzetten dan daar? Uh, ja, waar wil je hem hebben? Nou, een beetje in de grond of zo. Dat je zegt van zo'n uh, Ja, dat, kan, dat moet kunnen, ja. En dan uh, moet ik even kijken welke kant moet ik hem hier zetten? Ja, joh. Okay. En dan kunnen we hier zo. Kijk hoor. En dat is van alle uh, de, uh, de sealer, right? Ja. Yes, dit is de sealer. En dan, wat moet je dan doen? Um, even kijken hoor. Dan moet ik eerst eventjes natuurlijk oxygen gaan maken. En dat moet buiten gebeuren. Dus dan maken we even een tunneltje naar buiten. Ja, Zo. ik volg jou. Met de, de, uh, ja. Heb, ja, heb ik hier mijn rugtasje. En dan, even kijken, sealable oxygen pipe gaan we deze eerst even dichtmaken zo. Een sealable oxygen pipe. Ik heb je al allemaal meegenomen man? Ja, uh, dat moet je goed doen. Kijk, dat zijn deze dingen. Dan kan er dus wel die pijp doorheen. Ja. Alleen, zeg maar, blijft het vacuüm. Dat, dat blijft wel. Dus als het goed is, uh, is de binnenkant dus nu wel... Uh, kunnen we hier licht, uh, lucht in pompen. Oké. Okay. Dus even kijken, dan gaan we eventjes een klein stukje verderop. En dan moeten we hier een oxygen collector neerzetten. Oh, ik dacht dat het allemaal binnen moest joh. Ja, nou ja, het grootste deel wel, maar deze laatste dingen natuurlijk niet. Oh. Um, even kijken, dan moet ik hem natuurlijk wel goed neerzetten. Zo. Even kijken. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog een batterijtje nodig, en die heb ik ook meegenomen voor je. Maar die, die houdt toch een keer op, die batterij? Die batterij houdt inderdaad op, en daarvoor hebben wij, David, ja, zo'n ding. Deze dingen. Hé, hey, ik had goed. Ah, dat is slim, maar ja. is dat de enige, of hebben we nog meer dingen die dat kan doen? Ik, ik heb er nog drie bij. Oké. Okay. Dus, uh, maar die zijn voor een later stadium. We hoeven nu alleen nog maar tijdelijk te hebben. Ja. Dus doen we als eerst een batterij erin. Dan heeft hij inderdaad genoeg, uh, uh, nou ja, genoeg power. Ja. En nou stroomt hij dus zeg maar. Uh, dat oxygen. gaat hij zo doen. Dat gaat erin, maar er is nog geen oxygen. Precies. En dat gaan we nu creëren door deze lysine te zetten. En als het goed is, zou je zo meteen, als het goed is, is hij nu inderdaad al aan het pompen. De moet de ciela moet ook een batterijtje in. Uh, ja, dat ga ik, nu ik ga dat doen. Ik ga het even doen. Doe dat? Ja, ik, ja. Zie, ik zie hem. Hij gaat, hij gaat, hij gaat, Daar gaat. Hij, hij, hij. doet wat, hè? Nou, doet ik ga ook even nuttig zijn. Even kijken. Ik dan heb dan alleen even. wel even slecht nieuws voor jou. Ik wil dit, mag ik dit afsluiten met iets? Even kijken, wat wil je afsluiten? Ja, dit. Ik vind het zo lelijk hoe je het gemaakt hebt. Kun... Dat mag je op een gegeven moment afsluiten, ja. Kun je ze dan wat meer omheen zetten, anders wordt het zo'n groot lelijk ding? Uh, ja, nee, daar ga, ga ik mee bezig. Dat komt helemaal goed. Okay. Maak je geen zorgen. Nee. kijk kijken of we hem ja. zo. Ja. Nu komt hier Oxygen in, dat kan je ook zien. Uh, in de scene, aan ah, de binnenkant. Ik ben heel erg aan het opletten hoor. Moment. Ik uh, zal we wel weer even in, me, in mezelf gaan gaan. Ja, doe maar. Vertel, Abel, wat ben, ja. je, wat ben je nou aan het doen? Ja, het is allemaal heel ingewikkeld. Moeilijk om uit te leggen. Maar heel simpel gezegd: die leaves zorgen voor oxygen. Dat ding daar vangt het op. En via die buizen gaat hij zo hierin. En als je dus uh, in dit ding kijkt, dan zie je ook oxygen dat het omhoog gaat. Hij is aan het collecten, ja. ja hij is aan het collecten. <tus> nou, en dan ga ik nog heel eventjes een opslag ertussen zetten. Uh, dat is belangrijk, zodat we ook uh, als het op een gegeven moment dus de stroom uitvalt, dat we wel een voorraad hebben. Heel verstandig. Leer zoveel van jou, ik daarvoor ik hebben wij echt, uh, deze als het goed is. Kijken. Ja, als het goed is, werkt die nu. Uh, moet heel even controleren. Ik ga wel Dit even kijken. Gaat of het heel gaat heel snel fout met deze dingen. Wat ga je kijken? Ja, of ja. er hier storage in gaat, oxygen. Dat is een goed plan. Uh, oeh, ja, dat gaan we zo doen, denk ik. Ja, ik ben ondertussen ben ik bezig met het met wat Abel allemaal lelijk maakt weer mooi te maken hoor. Het is lastig maar... Oké. Okay. Uh... Even kijken. Naar ah, doet dingen dus test goed. uitvoeren. Wacht even met de deur inlopen. Wacht even met de deur. Inlopen. Oh shit, sorry. Ga ja, gaat hij weer hoor. Zo. je buiten. staan. Kijk of hij nog steeds werkt. even met mijn klauw overal vandaag? Area to be unsealed. Is even kijken waar het probleem is. Uh, ik denk namelijk dat het dit is. What the fuck viel Oh, jeetje. Is dat een meteoriet? Er eh, dat is een meteoriet. Die die, die is buiten niet Is dat in speciaal zin? Oh. Is dat normaal? Dat is niet normaal. <laughs> nou ja, uiteindelijk wel, maar het is nu nog heel speciaal. Met die dingen kan je heel veel. Ze zijn best belangrijk. Maar wacht even. Een dingetje: Een vallen meteor. Maar die heb je toch meer hier? Ja, maar die moet je eigenlijk die moet je minen. En daarmee kan je onder andere airlocks maken. Het zijn hele handige dingen. Oké. Ik ga minen. Ja. Heel veel geen beter. Ik denk dat ik verkeerd. Nee, wel je pakt hem. Nee, blijf gaan. Oh, uh... Heb je wel een mind pickaxe? Anders is hij meteen weg, denk ik. Hier. Heb ik een wat? Oh, hij vliegt er vandoor. Pak oh, I got him. Oké, okay, hier. Ja, de hammer. Maar. maar wat apart. We hebben okay. dus blijkbaar iets heel zeldzaams ontdekt. Het trouwens... Ik ben kwijt. Okay, ja, oh, daar gaat het goed? Daarbinnen. Ik, uh, ik, ga de, ik ben de eerste test aan het doen. Kijken of hij werkt. Oké. Okay. hoop van wel. Ja, hij werkt. Alleen de oxygen gaat wel heel snel naar beneden. Waar We moeten meer om? oxygen hebben. Ja, dat precies, ga ik nu regelen. Dus, dus meer leaves. Ik heb, uh, mag allemaal hier binnen, mag, mag je het plaatsen. Oké, okay, ja we hebben zelfs misschien waarschijnlijk meer oxygen collectors okay. nodig. Uh, Even kijken. Oh, daarvan heb ik niet meer niet zoveel denk ik. Ik gelukkig wel, ik ben altijd voorbereid. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, begin eens met het helemaal vol te zetten met leaves anders Oké, okay, nee, dat kan. Ik zal, uh, dat kan ik wel. Oh ja, hij heeft ook leaves meegenomen die held. Nee, ik heb hem uit zijn backpack gehaald. Hij, hij de... heeft ze gestolen. Oh, gepikt. Ja, ja daar ben ik veel wat te ja. doen, allemaal. we hebben helemaal niet voorbereid. Oh, ik okay. moet het niet over één Even zitten. kijken hoor. Nee, je moet het er niet opzetten. Oh shit. Uh, even fair. kijken. Dan, dan ga niets. ik er nog één neerzetten. Maar we hebben nu. Ja, precies. De power werkt wel. Maar hij zegt. Area too big. Ja, dat, is, uh, dat, dat komt. Omdat er dus geno uh, niet genoeg uh, oxygen is. En nu hebben we in ieder geval een tweede toegevoegd. En die ga ik ook nu activeren. Um, en we hebben meer leaves, dus als het goed, goed is... Ik heb nog twee oxygen seeders en collectors die liggen trouwens. Oké, okay, dat is heel fijn. Die kunnen we dus allemaal gebruiken. Ja. Kijk hoor, zo. Goed zo, Abel. Is... Je bent goed bezig. Ja, we zijn er bijna. Eens even kijken hoor. Um, werkt die nu? Hij heeft nog niet genoeg uh, oxygen. Hé, hoe kan dat dan? Nou, hij is dus die oxygen aan het vullen. Alleen wij, wij zeg maar, als er hier mensen drie in staan... Ja? Dan ademen wij alle drie die oxygen. En dan gaat hij dus heel snel leeg. Dat is de reden. Dus we hebben nog meer nodig. Nog meer collectors. Of, uh, meer, of, of minder nodig. mensen. Dat kan ook. Of minder mensen, ja. ja. Dat werkt ook inderdaad, ja. Oh. Hoeveel mensen staan wij nu binnen? Ik sta nu alleen. Ja, alleen. Wel handig als één iemand in ieder binnen kan staan. Ja, we kunnen ook, in principe kunnen we twee mensen doodschieten of achterlaten. Wat, <laughs> wat? Uh, Ik stem voor Chellroop. Ja, Wat nou als je een flinke scheel laat? Is dus ook collector of zo? Nee, dat gaat het uh, echt even niet doen. Het gaat stinken. <laughs> oh, David, Heel ik vrees vergast. dat we nog meer collectors nodig hebben. Uh, had ik die hier niet? Uh, nou ja, die, 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 dat, die heb ik ook wel. Die moet ik allemaal aan het huisje passen, natuurlijk. Uh, we hebben hier de. Ja, ik heb hier nog twee. Hebben... Ja. En die moeten hier zo uitkomen, zei je. Even kijken, waar ben je nu? Hier. Ja. Oké, okay. dus als ik dit weghak zo. En even hier, wachten dan. komt het goed. Even kijken. Zo'n sealer. We hoeven niet nog een sealer te hebben. Nee, een collector toch? Een collectors die moeten buiten. Daar hebben we er meer nodig. En daarom moet je huisje dus ook uitgebreid worden. Je buitenhuisje. Ja, ik ga dat nu even plaatsen. Zo. Dus hier moeten nog meer collectors in. Ja. Kan ik die Of we moeten een. Ja, denk het. Ik weet niet hoe goed ze dan werken. Moet ik even kijken of Dit ging niet goed, Dit gaat prima. Even kijken. Want deze, deze staat verkeerd om. Oh, dat draaien hem even om toch? Ja, lekker. Heeft Jelle ja. hem nou gestart. Ik heb er een, wacht, wacht, wacht. Hey, maar. Nee. Vanaf deze wel. kant moet je hem neerzetten. Doet wel. Zo, heb jij va okay. dat vaker gedaan, uh, Joe? Ja. En hoe ging dat toen? Nee, ik heb het nooit eerder gedaan. Ik hoop niet. Ik sta hier <laughs> ja. echt van te kijken. Ik ben voor het eerst op de maan. Ik hoop dat als het helemaal werkt. Oh nee, dat is te hoog. En dit is advanced Minecraft, jongens. Ja, alleen. Nog mm. <laughs> geen even Minecraft kijken. meer, dit joh. Dat is zegt hij? Een soort van, uh, van hyperding. Lukt het, het aanbel of niet? Ik, ik doe mijn best. Als het goed is, we hebben nu heel veel oxygen. Okay. Dus het zou nu zou het flink moeten bijplussen. We gaan kijken, dat kunnen we hierin zien met vol. Helemaal vol. Okay, ik ga goed. eens even mijn handje afzetten, moet ik, dan moet dat goed moet, als kunnen. Nee, nee, maar, nog toch? niet. Enable seal moet we gaan, toch? Oké, okay, we moeten eerst even deze deur deactiveren, zodat die dicht gaat. En ja. zetten we hem even op 1 meter. Zo, en dan okay. nou zetten we hem aan, en dan gaan we heel even wachten. Check pending, sealed! Shield. Shield. Oké, okay, dus dan kan je nu kan je, je hoedje afdoen. Echt waar? Ja. Het werkt. Het werkt. Het lucht. My god, maar wat nou als je het nu... Ik zeg niet dat dat... Oké, okay, dat, dat moet, Chelro, moet dat proberen. Wat nou als je nou door die deur gaat? Tuurlijk. Als je door die deur gaat, dan... Ja, uh, dat weet ik al. Jij wil nog een dood hebben. Nee, ja, dat ja, is een dan. airlock, dus in principe maakt het niet uit. Zie je? Ja, als oh. je daar tussen staat, dan ga je dood. Oh shit, in principe, ik moet wel aan deze kant dan dan blijven. dan... Uh... Als je de deur open houdt, dan gaan wij dood. Ja. Maar, en, en als ik nu deze kapot sla, wat gebeurt er dan? Dan uh, gebeurt dat. Kan zo snel de gaat dat? Doen? Holy shit. Het ja, gaat heel snel, uh, ja. Twee meter. Moet je even. Zo, ja, kijk. En dan gaat hij dus nu weer opnieuw sealen. En nu zijn we weer veilig. Oké. Auw. Ik krijg de deur niet open. ik, Zal weet ik dat even. Ja. Ik ga het even regelen. Zo, nu kan hij weer open. Thanks. Kom je okay. naar binnen? Maar hoeveel. <coughs> wat stel je voor, ik heb hier natuurlijk zo'n plek hier zo. Hoe gaan we ja. dat dan doen? Oh shit, ik, ik, ik nou ja. mol de steel weer waarschijnlijk, maar fuck it. Even dingetje, ik zal eens even kijken hoeveel oxygen uh, wij oh hier shit. opgeslagen hebben. En dan even kijken of dit omhoog gaat of omlaag. Ja. ja. Het gaat Ho, omhoog. Het houdt dus in dat we nu aan de binnenkant... Uh, moeten, als jullie nou even met z'n tweeën hier binnen gaan kijken, of hier binnen gaan even gaan staan... O, hier? Okay. Ja, en dan? Dan ga jij wat, de lucht eruit pompen? Nee, dan ga ik even kijken hoeveel lucht we overhouden. Want als we meer lucht overhouden uh, dan dat we gebruiken... Ja? Dan kunnen we dus ook die andere, dan kunnen we dit andere gebied ook op een gegeven moment lucht gaan geven. Ja, of, nou, zo... nog, of we hebben nog meer. Hebben we dan sealers of collectors nodig? Uh, dan hebben we nog één sealer nodig en nog meer collectors. Maar even kijken, jullie staan nu binnen en jullie kunnen nu ademen. Niet oh, te dicht bij de, oh, de deur staan. Oh, 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 oh zo hebben we mijn dingetje Moet ik even. Ja, ik ook. Uh, ja! Ik krijg lucht. It is looking very good. Dus even kijken. Hij is erg stabiel. Ja, we krijgen meer lucht nu dan dat we gebruiken. Oké. Okay. Dat is dus positief. Maar heeft het ook met vierkante meters te maken? Uh, nou ja, dat heeft vooral met personen te maken, maar die sealer heeft met vierkante meters te maken. Als een gebied te groot is voor één sealer... <laughs> dan zegt hij van area too big. Ja, hey, waar, jij het kon er net doorlopen, doen. maar ik kreeg geen melding. Nee, dat klopt. Dat is omdat wij hier de twee achter elkaar hebben. En als het maar gewoon snel gaat. Oh, ja, dat nou was krijg ik. Je wel, ik kreeg heen. ook een klappie. Maar Precies. Als, maar als goed is, nou niet meer, right? Ja, hij is nou weer nee. goed. Het is de bedoeling dat als deze maar, deur dan moet opgaat, ik, ik moet even iets repareren. Heb ik nou, nee oh ja, dat was glas. Ja. Um, in principe is het zo: als deze deur open gaat... en deze, als deze die niet tegelijk open zijn, dan moet het goed zijn. Maar deze zijn nog iets dicht bij elkaar, dus je zou maar één blokje verder moeten zetten. Nee, dat is mooi zo, dat is spannend. Oh, ja. Elke keer als het naar buiten gaat, dan is het <laughs> hartstikke spannend. Ja, dan ga ik denk ik even lekker verder met mijn. Uh, ik zet je helmpje even op, jongens, want ik ga even de. Banden, ja, ja, ja. En ik... Dag. Ja. Pet, waar is mijn helmpje? Weet ik niet, misschien. Helmpje, ja, jij hebt hem. Dat echt niet. Ja, ik heb hem. Hier. Ja. Alles vliegt over naartoe in de, op de maan. Voorzeg, dacht je al, Nee. Hoezo gaat hij weg? Oké, okay, ik heb hem. Oké. Ja, maar dan ga ik dit gewoon lekker afmaken, denk ik, als, als project, Apel. Maar ja. heb, hebben wij genoeg um, met leaves? Hebben wij genoeg zonnepanelen? Hoe werkt dat allemaal? Want dat stroom, daar heb ik geen kaas van gegeten. Uh, nou, die stroom, uh, die kunnen we. Oh jezus. Uh, die kunnen we nu nog niet maken. Uh, die zonnepanelen, eigenlijk heel simpel. Ja. Wat we gaan doen is we gaan zonnepanelen neerzetten. En dan zetten we er zoveel neer. Uh, dat we zeg maar gewoon de hele tijd stroom krijgen. Ja. Het probleem is, is dat uh, als het nacht wordt op de maan, dan krijgen we dus ook geen stroom. Dus we moeten een grote opslag maken. Dus dat we nooit s'nachts zoveel stroom uh, zeg maar verspillen dat we uh, dus zonder oxygen komen te zitten. Ik had daar helemaal niet over nagedacht. Maar jij zegt inderdaad, het is nacht. Maar hoe zie je dat? Hoe weet je dat hier? Dan? <laughs> nou ja, als het Een nacht zonnetje. wordt op de maan, dan merk je dat wel. Dan wordt het heel. Ik heb gedorven. dat nog nooit meegemaakt. Hoe lang duurt dat? Voor dat uh, ja, de dagen zijn hier volgens mij ook anders, maar dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Oh. Volgens mij is het gewoon. Ja, het lijkt me dat hetzelfde is als de aarde, maar ik weet niet hoe dat werkt. Nou, toen de opname begonnen was, dat zonnetje net op. En nu is hij nog maar echt op een kwart, dus het duurt ja, heel lang. Het duurt wel even, maar we gaan het vast een ja. keer meemaken, I guess, toch? Dat. Ja, dat komt vanzelf. En dan wordt het ook heel erg donker ineens. Ik vond het een leuke opname. Uh, ja, bedankt, Abel. En, en zodra we dit gaan maken, dan moeten we dus een extra sealer hebben. Zeker. Dat vraag ik je dan wel weer. Het idee is, moet ik hier ook een airlock tussen zetten of zeg je nee? Nou, dat lijkt me een hartstikke goed idee. Maar waarom? Nou ja, dat is, dat is wel handiger. Dan sluit je die, uh, die dingen af. En stel op een gegeven moment, uh, wat daar moeten we voor oppassen, hè, David. Die meteorieten die slaan niet alleen aan de zijkant in, die kunnen ook vol op je beest vallen. Man... En er zit er een enorm gat in en dan gaat alles kapot. Dus als je van die tussendeurtjes erin zet, dan gaat er maar één ruimte kapot en niet alle ruimtes. Aha. Dus dat is wel heel slim. Of je kan er een schild boven bouwen. Wat voor schild? Nou, gewoon een schild dat die, die de meteoriet tegenhoudt. Maar dat is lelijk... Ja, dat is lelijk, maar ja, je moet wel keuze maken. Of je moet... Je een... Had je niet van dat glas dat heel sterk was? Oh, die kunnen vast wel tegen de meteor Ja, dat werkt wel. Dus dat kan je hier bovenop plakken. Dat is wel vet. Dat is wel vet, ja. Oh, dit ziet er ook tof uit. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ga het heel even van boven bekijken. Uh, van een afstandje. Zo, het wordt steeds meer een echte baanbasis. Ja, hè? En... Het is best vet. Hoppakee. Ja, hoor. Dit ziet er echt zo cool uit. Mijn mooie, prachtige baanbasis. Ik wil je bedanken. Kijkers natuurlijk ook. Vergeet niet even een like aan te laten en net te abonneren op DDC. En trouwens ook eventjes op, uh, op het kanaal van Chalo, hè, Want die, die is voor mij stiekem ook aan het opnemen, toch? Ja, nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Dus je, ik, denk mee, ik, ik ook niet. Ik heb ook niet nee, zo okay. zo ik heb niks gedaan. Maar ja, jij, jij kan Maanbasis en dus David in je titel zetten. Kom op. Ja, dat is wel waar. Maar jullie ja, wel... hebben wel veel geleerd. Ja, dat was zeker. Ik heb wel genoten einde. van naar jou te kijken, Abel. Dat, dat is zeker waar. Bedankt voor het kijken, dus en uh, tot de volgende keer bij, uh, bij EpicBot. Ik heb eigenlijk niks toe te voegen. Jullie nog, jongens? Nee. Nou, fijne middag. Doei. Goed, later, jongens.